Wil, waar begon het allemaal bij ons? Ik heb een vloer. Ja! Goed zo! Hallo, hallo! Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. En vandaag is het maandag. Het is alweer halverwege de dag. En ik zit hier met mijn honey te werken. Dag, babe. En we hebben zojuist het Instagram-account Wil en Tien. Nee, niet Wil en Tien. Ja, wel. Ik zit echt helemaal in de Tien van Wil, Wil en Tien, Til en Tien van Wil. We hebben zojuist het Wil en Tien.nl-account gelanceerd. Instagram-account met allemaal superleuke updates over ons gezamenlijk en onze webshop. Dus volg je hem nog niet. Na 5 minuten heeft hij al 1500 mensen. Ja, we hadden dus echt. Ik vertaal het even voor als je het niet verstond. Na 5 minuten meer dan 1500 mensen. Super gaaf. Meer dan 2000. Hè? Ja. En we zijn echt nog maar net een kwartier live of zo. Ja, bizar. Jullie liefde is echt insane voor ons. Is ongrijpbaar. Echt... Nee, dat is echt geen goed woord. Echt lang geknipt, maar helemaal niet. Anyway, wij gaan lekker aan het werk. We gaan nog even een presentatie oefenen. Morgen gaan we een talk geven op een heel leuk event. En het gaat over gênante momenten. Nou, dat is aan ons wel besteed. Wat dat gaat, is het wel weer een compliment dat ze op ons uit zijn gekomen. Dat gaan we morgen doen. En daarna gaan we aan de slag met onze Instagram cursus. Tien heeft voor ons lekker suikerbrood meegenomen. En ik zei, eet jij de kontjes? Ze zei echt zo, nee, ik krijg zo, koop niet. When de boter te hard is, maar je zin te groot. Smeren, Annie, smeren, ik heb trek. We gaan een praatje oefenen wat we morgen gaan geven. We gaan hem even voor jullie oefenen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog geen één keer gedaan, dus let's goed. Go. Want Wil, waar begon het allemaal bij ons? We hebben onze setting gebouwd waarin we onze Instagram cursus filmen. Hier, leuk bij deze schilderijtjes. Tien is nu een story helemaal aan het vertalen. Vertalen is bijna het meeste. Dat is echt het meeste werk, samen met het hele e-book wat erbij komt. Maar luisteren zonder geluid, dat is natuurlijk wel zo handig. Ja. Dat is best even een ding. Dat is echt een ding. Ja, en dan wil je het ook de kern goed samenvatten. Dat is best een klus. Hier filmen we, hier gaat de telefoon elke keer staan en dan hebben we het ons tweetjes op. Daar staat de computer met het e-book en alle tekst die we gaan opratelen. Ah, Sironja, de keeltjes minuut. Dus we gaan lekker. Kus. Ik heb je gemist vandaag. Het is alweer eind van de dag en ik heb de avond doorgebracht lekker op de bank. Het is nog licht. Ik heb dit hele pak koekjes opgegeten. Dat vertel ik me niet aan Juris die zo meteen terugkomt van sporten. Ik ga nu naar bed. Ik ben echt moe. Ik zou eigenlijk vanavond hardlopen, maar ik had echt de puffer niet voor. Dus ik ga lekker even in bad en dan ga ik slapen. Dinsdag vandaag en de dag begint slecht. Het is inmiddels 5 uur en ik heb de hele dag geslapen. Tien en ik zouden een hele volle dag hebben. We zouden vanochtend om 8 uur vertrekken en dan een paar events hebben in Amsterdam en vanavond ergens spreken. Waar het niet dat ik vanochtend echt knetterziek wakker werd. Dus Tien is nu alleen naar Amsterdam gegaan waar ik me echt super rot over voel. Want ik heb dan echt het gevoel dat ik weer in de steek laak. Laat. Ik heb trouwens weer keelontsteking. Again. De laatste keer was 2 maanden geleden. Dus mijn amandelen gaan er nu 100% uit. Nou ja, anyway. Ik krijg net een spraakberichtje van Martine. Het gaat echt helemaal mis. Daar ze was bijna 3 uur van tevoren vertrokken. En ze heeft net dat ze echt mega vast staat in Amsterdam. En dat ze ook over de lijnbus is gegaan. Nu heb ik gezegd, wat ben je toch lekker stout. Over de lijnbus gaan. Maar je gaat het vast redden. You can do it. Ik stuur je good vibes. Dus ze gaat het vast nelen. Maar goed, ik baal echt als een stekker.
Oh mijn god, dit is echt zo schattig. Als ik ziek ben, sorry, word ik altijd emotioneel. Maar ik hoor Jelle hier buiten zeggen. Ze zijn hier onder mijn raam beneden aan het spelen, zegt hij. Tegen het buurjongetje Jace. Ik heb bloemetjes voor mijn mama geplukt, want ze is ziek. Oh my god, jongens. Dat is toch te schattig. Dag 2 vanuit bed. Oh. Ik ga toch even werken vanuit bed. Want er zou een winactie vandaag online komen op ons kanaal. En van winactie, ja, winactie en een leuke, een leuke extra bij ons boek. Dus ja, dat wil ik wel even regelen. En van ons tweetjes ben ik altijd de techneut. Dus ik wil 10 niet aandoen om dan uren met dat programma te zitten kloten. Terwijl ik het in 5 minuten kan, of nou 5, terwijl ik het zeg maar in een kwartiertje kan doen. Dus ik ga het toch even proberen te doen. Dit sukt echt. Dit fleurt mijn dag echt enorm op. Tien stuurt een filmpje van onze kaartenlijn. Die hebben we ontwikkeld en komt over een tijdje beschikbaar in de shop. Ze zijn zo leuk. Ze zijn echt heel tof geworden. Yay. Oh, gelukkig heb ik 3 hele lieve mannetjes die voor mij zorgen. Hè? Hier ligt nummer 1. En hier ligt nummer 2. Hi schatjes. Ik wil laten zien. Ik heb een nieuwe graafje. Ja. Nou, die heb je toch al heel lang? Ik heb die gekregen van mama. Die is van mijn winkel. Ik heb net pilletjes gekregen van Gijs al. Dus ik hoef nu even geen pilletjes meer. Ik wil een pilletje geven aan mama. Mag je morgen weer doen, oké? Goedemorgen. Vandaag, wat voor dag zijn we eigenlijk? Oh ja, donderdag. Donderdag vandaag. De antibiotica begint een klein beetje aan te slaan. Dat wil zeggen dat ik weer een beetje op mijn benen kan staan. En de koorts al ietsjes minder hoor. En dat mocht ik wel, want vanochtend ben ik alleen met de kinderen. Want Jurre had een examen die hij niet kon missen. Maar zo meteen komt mijn moeder om 12 uur om te helpen. En dan kan ik vanmiddag lekker slapen. Mijn kinderen zijn gelukkig super lief. Ik heb gewoon een filmpje aan staan de hele ochtend. I don't care vandaag. En nu zijn ze aan het kleien met de steentjes beneden. Ik heb even lekker mijn gezicht gewassen. En gisteravond al even gedoucht. Dit is trouwens een mega fijne crème. Ik kende dit merk niet. Het heet Indeed Laboratories. En dit is de Hydraluron Moisture Jelly. Dit spul is geniaal. Ik heb echt zo'n last van een droge huid gehad de winter. En ik had gewild dat ik dit eerder had ontdekt. Het bleef maar schilferen en droog. En hoe vet mijn crème ook was, dat hielp dus niet. Ik had dus echt vooral blijkbaar behoefte aan die hyaluron. En een soort van echt vocht inbrengend. Dus dit is echt top. En dan doe ik er voor nu deze overheen. De Suncare SPF 30 van Jet Cult T. Die verzorgt ook heel goed en heeft dus SPF 30. Ik denk dat ik ze zo even naar buiten schok. Kunnen ze even stoom afblazen. En dan ga ik gewoon op een stoel in de zon zitten. Met een sjaal en een jas aan. En dan heb ik tenminste wat op mijn bakkers gesmeerd. Want het is prachtig weer. Het is nu 5:30 en Jurre komt zo thuis. De kinderen zijn lekker aan het spelen bij de buren. Heel fijn. Mijn moeder die gaat net weer naar huis toe. Onwijs blij met alle mensen die me altijd helpen bij dit soort dagen. Het is binnenkort eindelijk verleden tijd als mijn amandelen eruit zijn. Ik zie er ondertussen nog wel uit als een soort van ontploft iets met een heel bleek gezicht. Maar goed, daar gaan we verder nu niet meer over klagen. Ik ben weer aan de beterende hand en morgen kan ik gelukkig weer werken. Ik ben lekker gegrilde groenten aan het maken met couscous. Ja, dat is eigenlijk klaar. Ik wacht even totdat Jurre thuis is. En dan kunnen we gezellig samen eten. En dan gaat hij vanavond weg voor een paar dagen. Dus ben ik alleen met de kinderen. Dus dat ik weer opknap is ook beste timing ever. Want ik had er niet aan moeten denken hoe ik het door had moeten komen als ik dit had gekregen wanneer hij weg was.
En dan ga ik morgen ook gewoon lekker werken weer met Tien. Daar ben ik heel blij mee dat dat lukt. En nu even een hapje couscous met Mick, want ik heb honger. Oh, wat een verademing dat ik weer aan het werk kan. Yes! Heerlijk. Het is 9 uur en we gaan aan de slag. Tien is hier ook zo. Daar was ik echt aan toe. Ik hou ontzettend van mijn werk. Dus ik vind het altijd ook helemaal niks als ik een dag moet missen of zo. Ik ga nu bezig met editen van een video voor vanmiddag. En kijk wat ik zo net voor mezelf gekocht heb bij de Jumbo. Oranje koekstukjes. Ik vind deze dingen zo lekker. Mijn moeder kocht deze koekjes heel vaak voor mijn vader. Samen met stroopwafels. Deze dingen, jongen. Ik kan echt makkelijk een heel pakje van opeten. Ik vind dit zo lekker. Oh. De echte uit Friesland zijn natuurlijk nog 10 keer beter. Met slagroom erop en een chocolaatje en een stukje fruit en zo. Maar dit is ook wel heel lekker. Ach, deze chip moet echt opgeborgen worden. Ik vreet zo het hele pak leeg hiervan. Niet normaal. We hebben het heel echt ermee. Yes, we zijn weer samen aan het werk. We gaan eerst even bijkletsen, jongens. We hebben natuurlijk sinds maandag niet gekletst. Ik heb je zo gemist. Ja, we hebben net echt even al een mailweg te werken. En nu zeg ik, moet even vertellen hoe het allemaal ging afgelopen dinsdag. Toen ik een praatje moest houden. Want man. Waar ik dus niet bij was. Waar je niet bij was. Maar ik heb een band met mijn broek gelaten. Oh, vertel. Nou ja. Mm. Je hebt trouwens de trouwring verloren. Hè? Ja. Gaat lekker, jongens. Scheiden op papier. Trouwring verloren. Huh? Nou, dat was ik eens te verwachten. Hij moet het ding altijd af. Want ja. Als je natuurlijk je vinger... Nou ja, ja. Je wil niet weten wat er allemaal kan gebeuren. Dus hij doet het ding af. En nu heeft hij afgelopen week... woensdag... Heeft hij... Nou, mocht je nog bij de klimtoren van Bjoeks zijn hier in Groningen. Ring, en je ligt er lekker in het gras eronder. Misschien kun je voor mij even gaan zoeken in het gras waar het trouw... Want hij zat in een of andere touwpositie. Ja. En toen is die ring waarschijnlijk uit zijn zak gevallen. Oh. Ja, ik heb hem al 100 keer voor gewaarschuwd. Waarom had hij dat niet thuis? Is er nog een gastje of zo dan? Snap jij het? Nee, dat snap ik ook niet. Kijk, nee. Die hoppel. Die heeft hem dan, dat doet hij hem altijd weer om. En dan heeft hij hem weer om als hij aan het werken is. Dan denk je, oh ja shit, ik moet die ring nog afdoen. En dan doet hij hem ergens in zijn zak. En dan, ja, kon een keer, je kon erop wachten. Hij is ook al eens een keertje in een toren verloren, 300 meter naar beneden gevallen. Lag hij daar op een klein stukje. Nou, maar nou zonde. Dus nu is hij kwijt. Dus toen zei ik maar tegen hem. Ik zei nou, dan tatoeëren we je op je borst gewoon. Hij is van mij. En dan is het nu tijd om onze nieuwe kaartencollectie te gaan fotograferen. We maken even een leuke flatlay en dan gaan we de actie zo online gooien. Als je kijkt, dan loopt die nog tot en met eind april. Krijg je bij aankoop van ons boek. Dus... deze superleuke kaarten zetten. Het zijn 3 kaartjes. Hij begint bij jee zwanger. En dan heb je hoera het leger regent luiers als de baby geboren is. En voor na een tijdje om de moeder een hart onder de riem te steken natuurlijk. Een quote over dat moeders superheroes zijn. En het is natuurlijk wel leuk, want je kan natuurlijk als je het boek eventueel cadeau doet, want dat doen jullie ook heel vaak. Kun je dus nu met die glazen kaartjes ook nog deze erbij doen en zelf een kaartje schrijven wat bij het boek ook weer past. Dat is ook wel een leuk idee. Zo leuk. Ik ben er echt wel heel, heel blij mee. Ja, echt cute. Ze zijn echt cute geworden. En we hebben ze dus helemaal zelf ontworpen samen. Kijk, aan de achterkant. Dan hebben we hier het hartje waar de postzegel eigenlijk moet. Hè? Oh, makkelijk. Ook altijd hetzelfde liedje. Ja, we moeten wel een beetje op tijd stoppen hoor vandaag. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hè, nee, is goed. En dan is het bijna 6:30 en nu doen we de race tegen het gebeurt. Als de eerste kinderen kan ophalen van de crash. Het gebeurt nooit. Zo, ik heb de jongens opgehaald. Wat licht. Het beeld ziet er niet uit op deze manier. Een soort van half donker, half wit. In elk geval, ik ben weer thuis met de jongens. Een tattoo? Oh, jullie hebben het over de freekplaatjes. Ja, precies. En dan gaan we nu lekker koken en eten. En duidelijk in bad, want ze zijn zwart van modder. Omdat ik onze crashleiders echt ontzettend waardeer en ik het zo leuke crash vind, zet ik regelmatig eventjes een berichtje. Of regelmatig, zelfs niet waar. Dit is de tweede keer dat ik het doe. Even een berichtje in de app met een complimentje of iets wat de kinderen over hun gezegd hebben. Dus dat ga ik er even inzetten. Een bedankje. Deze vuist op deze vuist. En hoe gaat hij dan verder? Ik weet het even niet meer. Hoe gaat het liedje ook alweer?
Deze vuist op deze vuist. Zo. En zo bouw ik een toren. Zoiets? Nee. Oh. Zo, we zien er weer een beetje fris uit. Even kijken, een lookie. T-shirt is van Coaster, dus riem is van vernieuwen. Ja, wel al een hele oude. Rok is ook van de Coaster. Dus kijk, er zit een leuke split in. Hij moet zo meteen eigenlijk nog even iets hoger met de riem vastgezet worden. En dan mijn sneakers van het merk Vea. Oh, wat een heerlijk weer vandaag. We zijn even in de auto naar de... waar is mijn autosleutel eigenlijk? Naar de supermarkt geweest. Waar is mijn autosleutel? Wow, it's my key. Nu gaan we weer lekker naar huis doen en dan gaan we in de speeltuin, denk ik, eventjes chillen met z'n allen. Fruit eten, theetje drinken en spelen. Ik ben momenteel echt verwikkeld in de ene na de andere onderhandeling met Gijs. Ik word er helemaal gek van. Verschrikkelijk. Er zijn all-stars niet aan, dan moet ik met streepjes sokken en dan met witte sokken. En ik ga op zich in vrij veel dingen wel mee. Maar op een gegeven moment word je zo zat van dat wispelturige gedrag. Hè? Dan was het nu net, ik wil een broodje. Nee, ik wil toch een cracker. En dan geef je hem een cracker. Nee, ik wil een broodje. Nou, verschrikkelijk. En bijvoorbeeld, het is zo heerlijk aan Jelle's leeftijd. Hè? Dan hadden ze een paaseitje gekregen in de winkel. En dan moet en zal Gijs er nog eentje krijgen. En dan zeg ik, nee, ik krijg er niet nog eentje. Morgen pas weer. En dan blijft hij janken om dat paasei. Terwijl Jelle snapt dan gewoon, oké. Het is hoe het is. Ik maak er verder geen punt van. Maar echt. 2 is nee. Hij gooit echt zo zijn kont in de krip. Dat is echt onvoorstelbaar. En tegelijkertijd zie ik heel veel van mezelf erin terug. In hoe zijn karakter is. En hoe hij reageert op bijvoorbeeld sociale contacten. En bijvoorbeeld afwijzing of dat soort dingen. Ja. Het is een pittig ventje. Heel leuk ventje. Maar echt zo pittig. Etenstijd en ik heb voor mezelf echt een heerlijke pasta gemaakt. Die is super lekker. Het is gerookte knoflook, een uitje, courgette en cherry tomaatjes gebakken 10 minuutjes in wat olijfolie, oregano kruiden en een scheutje balsamico. En dat gewoon door de spaghetti heen. Zo, daar heeft de heer een hoesje. Dat hoor je misschien wel. En daarbij eten we wat sperziebonen. En de kinderen komen niet verder dan dit. Maar dat is inmiddels niet meer nieuw voor me. Dit was echt wel een topdagje eigenlijk. Ik moet wel zeggen dat ik nu heel erg moe ben. Ik merk wel dat je gewoon extra moe bent van de antibiotica en de keelontsteking. Maar het was gewoon een lekker dagje. Heerlijk weer. Oké, de kindjes liggen in bed. Tijd voor het laatste klusje. En dat is de tuin sproeien. Jure heeft allemaal leuke beplanting aangebracht afgelopen week. Nu is die natuurlijk weg. Maar ik zag dat het een beetje verpieterde. Hij heeft hier onder andere jasmijn. En dat gaat hij in een ruitvorm over de muur laten groeien. En hier heeft hij een appelboompje geplant. Met aardbeiplantjes. En die gaat hij in een cirkel laten groeien. Dus ik dacht, misschien is het handig als ik die dingen even water geef. Want het is nogal droog geweest. Dus dat ga ik nu doen. Zo, dat is gedaan. En ga ik nu Homecoming van Beyoncé kijken, die film. Ik ben benieuwd. Ik heb al een stukje gekeken. Het valt me op, het is eigenlijk vooral heel veel concert. Zo, lekker lookie. Heel veel concert op van Coachella en verder niet heel veel documentaire-achtige dingen. Jordi komt vanavond laat thuis. Dan is hij er morgenochtend eventjes kort. Dan gaan we gezellig samen ontbijten en dan moet hij dan weer door naar een andere klus. Dus we zien hem eventjes. Maar daar ga ik niet meer op wachten. Ik ga lekker naar bed zo meteen.
Goedemorgen, zondag vandaag. Een van mijn favoriete dagen in de week. Iedereen is gezellig thuis. En ik ga ontbijt maken. En ik trok net de keukenlaan open. Toen kwam ik een heel zak uitgedroogd brood tegen. Die we over het hoofd hadden gezien. Super dom. Dus ik ga hier lekker wentelteefjes van maken. Ik ben benieuwd in hoeverre jullie bezig zijn met voedselverspilling. Sinds ik grotendeels vegetarisch eet, probeer ik ook veel bewuster om te gaan met voedselverspilling. We gooien per jaar per Nederlander gemiddeld 40 kilo eten per jaar weg. Per jaar had ik al gezegd, ben het wakker. 40 kilo, dat is superveel en natuurlijk ontzettend zonde. Het is niet alleen slecht voor je milieu, voor het milieu, maar het is ook heel slecht voor je portemonnee natuurlijk. Want je gooit gewoon allemaal goed eten weg. Wat je eigenlijk prima nog kan eten misschien. Dus vandaar dat ik daarop probeer te letten. En een van de dingen die hier vaak in de prullenbak belandt, is toch wel brood, moet ik zeggen. Broodkapjes, broodkorstjes van de kinderen. Of brood wat halverwege toch niet op wordt gegeten. Dus ben ik de laatste tijd aan het proberen om daar wat andere dingen van te maken. En zo ga ik van deze zak droogbrood vanochtend wentelteefjes maken. En ik kijk even op de reactie van de kinderen komt, maar die kijken naar een filmpje. Ik zal ze eens even vragen of ze dat lekker vinden. Gaan we wentelteefjes eten als ontbijt? Wat gaan we eten? Wentelteefjes? Weet je wat dat is? Weet je dat nog? Ja. De reactie is niet heel positief, maar ik geloof dat dat komt omdat ze niet weten wat het is. Ze hebben het wel eens een keertje gegeten, maar blijkbaar hebben ze het niet onthouden. Ik ga dat lekker maken. En nog een andere tip voor broodkorstjes als je die overhoudt. Dat ga ik binnenkort proberen. Broodkorststengels maken. Dus als je gewoon heel vaak broodkorstjes overhoudt. Als je het weet van je kinderen dat ze die bijvoorbeeld niet opeten. Een beetje met olijfolie en Italiaanse kruiden en geraspte kaas besprenkelen in de oven. Dat schijnt gewoon echt heel erg lekker te zijn. Dus dat ga ik binnenkort ook proberen. Mooi zo. Mijn wentelteefje wordt net ook op mijn bord gedropt door Jurre. En wij gaan lekker ontbijten met z'n allen. En de droge boterhammen die zijn hier in elk geval weer op een goede manier gebruikt. Jij, dan mag ik van jou de poedersuiker? Dankjewel. En mocht je nu willen weten hoe je voedselverspilling bij jou thuis kan verminderen, check dan even de link in de videobeschrijving. Er staan een paar hele nuttige, korte tips die je kan toepassen. En dat scheelt al een heleboel. Dus zeker weten even checken. Sommige dagen word ik er zo ontzettend zat van dat alles hier in huis overhoop wordt getrokken. En dan is het nu tijd voor een van de leukste onderdelen van vandaag. En dat is eieren zoeken. Ik heb namelijk vanochtend, toen zij pap zaten te eten, de gordijnen dicht gedaan. En heb ik buiten eieren verstopt. Chocolade eieren wel te verstaan. Dus die gaan we nu zoeken. Nou, de paashaas jongens, die heeft vannacht allemaal eieren gebracht. Kijk eens, mogen jullie allebei een bakje? En als je er eentje vindt, mag je in het bakje doen. Kijk eens. Oh. Ja, je hebt er een gevonden. Goed zo. Nou, kom, gaan we verder zoeken. Nee. Nee? Ja. Goed zo. Oh, wacht, ik hoor wat vallen achter de wipkip. Oh, nog één. Ja. Oh, goed gezien, Gijs. Is eentje van mij. Goed zo. Je hebt er weer één. Van mij. Ja? Wat ben je aan het zoeken? We zijn paaseieren aan het zoeken. Kijk, ik vind. Helpen? Ja, we zoeken nog eentje. En dat was hem, jongens. Gijs ligt alvast in bed. Jelle mag nog even opblijven. En ik ga nu deze weekvlog editen, want morgen is het tweede paasdag als jullie dit kijken. En dan zijn de kinderen thuis van de crash, dus dan kan ik niet overdag editen. Dus dan doe ik hem weer een keertje op zondagavond. Die... Ik wil ijsjes. Ik ga. Hey Jelle. Ik wil ijsjes op die. Nou, anyway. Ik zie jullie over 2 weken weer. Doei. Hoe vinden jullie dit? Leuk. Leuk? Nou, kom, gaan we verder zoeken. Ja, ga maar daar zoeken. Doe dat. Zou er ook wat in Thomas' trekker zitten?